Lief wilde praten, maar kon het niet. Hij wilde zich aan Igor geven, maar walgde tegelijk van hem. Hij had vaak aan hem gedacht, ook in de tijd waarin hij hem als een spion beschouwde. Misschien was hij er ook wel een. Als zijn vader er een was, kon hij er zelf ook een zijn. Hij zelf was ook een mogelijke spion. Waarom wist iemand zo zeker dat hij een ander niet zou verraden als hij daarmee zijn eigen leven kon redden? Alleen was hij geen mensenhater. Krijger, wilde hij zeggen, maar hij zei het niet. Als we hieraan kunnen ontsnappen aan deze absurde dood, zal ik je meenemen naar mijn huis. Zoals mijn vader een album had over de verloren en verboden tsaar, heb ik er een over, de verboren, over de Zoals mijn vader een album had over de verloren en verboden tzaar, zo heb ik er een over de verloren en verboden revolutie. Het was prettig om zo te praten, zonder stotteren. Ooit, fantaseerde hij, droomde men van een paradijs. De mensen spraken erover, zoals ze over Opa Vorst spraken, of over God. Namen en geld waren afgeschaft, zij bestonden niet meer, zij waren overbodig. Weet je krijger, er was een nieuwe samenleving, waarin iedereen in dienst stond van de solidariteit. Naties, misdaad en oorlog bestonden evenmin. De mens had de vreedheid van de natuur overwonnen. De maatschappij was een avant-garde, waarin wetenschap, cultuur en geluk samenvielen. De mens was teruggekeerd naar zijn oorspronkelijke staat, die van ingoed wezen. Hoor je wat ik zeg, Krijger? Hij glimlachte opgelucht, alsof hij echt gesproken had. Het is een boek dat uh, uh, gaat over uh, drie mensen van vlees en bloed en één allegorie. Uh, die drie mensen van vlees en bloed, dat, uh, daarvan hebben we er één gehoord, uh, dat zijn drie mensen die uh, met de oorlog geconfronteerd worden, met de Tweede Wereldoorlog. Ik vertel hun verhaal vanaf het moment dat ze, uh, nou ja, eigenlijk al van het verhaal van hun ouders, uh, vanaf het begin van de, uh, de 20e eeuw, einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, en ik en het verhaal loopt helemaal tot een aantal van de personages sterven tot na hun dood en dus wat er met hun nazaten gebeurt. Dus eigenlijk de hele 20e eeuw. Dus bloedgetuigen is eigenlijk een soort van, voor mij een soort van uh, chroniek van de 20e eeuw. Met als focus, met als kern uh, de Tweede Wereldoorlog.